Het kan zomaar dat het oudste gebouw van Nederland in Heerlen ligt, de Termen. En daarmee kan het ook zo zijn dat Heerlen gewoon de oudste stad van het land is. We gaan op zoek naar Romeins Heerlen. Welkom bij Culturij. De Romeinse geschiedenis van de stad Heerlen wordt gekoesterd door twee vrouwen. Door Karen Jenison, conservator in het Termenmuseum. En door Hilde van Nesten, de regio-archeoloog Parkstad. Eerst maar even een kort rondje. Wat doet een conservator precies? De conservator beheert de collectie van het museum. En in het geval van het Termenmuseum is dat natuurlijk het badhuis. Maar we hebben ook nog een collectie van bijna 35.000 objecten. Allemaal voorwerpen uit de Romeinse tijd. Ook een stukje middeleeuwen die tussen 1870 en nu zijn opgegraven en die worden dus bewaard ook in het museum. Ja, je past op de oude spullen daar in het museum. Precies, ja, precies. Precies. En de regio-archeoloog die zit in de grond te voeten hier in Parkstad, denk ik. Ja, eigenlijk niet. Hè. Ik ben eigenlijk geen veldarcheoloog, maar ik zorg ervoor dat als er ontwikkelingen plaatsvinden en daarbij de bodem geroerd worden en eventueel ook die archeologische resten, dat dan ook archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Ja, ik hoor een heel licht accent dat niet uit Heerlen komt. Wat is hier zo interessant? Waarom kom jij hier terecht? Ik ben Belg, hè. Ja. Waarom kom ik hier terecht? Ja, het is gewoon een prachtige regio. Dit is de mooiste en de rijkste archeoregio van heel Nederland. Kijk, die steken we vast in onze zak. We hebben het over Romeins Heerlen. Dan heb je het over 2000 jaar geleden, zo'n beetje. Wat was er daarvoor eigenlijk? Ja, daarvoor was de ijzertijd en de prehistorie. Daar hebben we ook resten van hier in Parkstad. Maar veel minder prominent aanwezig dan de Romeinse periode. Ja, ja, de stad is echt begonnen. Dankt haar ontstaan aan de Romeinen. En zelfs, we weten gewoon een keizer Augustus. Door zijn acties is op deze plek dus een kruispunt gekomen van twee hoofdwegen. Is daar dus een stad ontstaan. En ja, eigenlijk in de stad van nu zie je nog altijd de echo van die Romeinse stad die hier was. Ja, stad, moet ik me daarbij voorstellen, met echt een centrum en markten en winkels en was het zo? Nou ja, het probleem is met Romeins Heerlen dat er dus wel al meer dan 150 jaar resten opgegraven zijn. Maar vooral het oude onderzoek, zo'n beetje tot 1990, verder nooit echt is uitgewerkt. En vandaag de dag weten we ook veel meer over dat soort steden. Men dacht altijd van nou, het is een klein straatdorpje geweest. En dan heb je de grote officiële Romeinse steden, zoals Romeins Keulen en Xanten en Tongeren. Nou ja, hè, en daartussen is eigenlijk niks. En wat we dus nu ontdekken, doordat we nieuw onderzoek doen, juist met dat oude materiaal en tegelijkertijd nieuw onderzoek doen, dan ontdekken we dus dat die stad, ja, het was geen officiële hoofdstad, maar hij was een stuk groter dan altijd is gedacht. En hoe die er dan precies uit heeft gezien, ja, dat brengen we nu stukje bij beetje in kaart. In ieder geval zijn er grote gebouwen geweest met dus een officieel karakter, want ja, een woonhuis is gewoon veel bescheidener. Alleen al de aanwezigheid van zo'n badhuis zegt natuurlijk wat. Vier hele grote grafvelden. Dus ja, stukje bij beetje ontdekken we dat het een soort middelgrote stad is, eigenlijk zoals Heerlen nu ook. Ja, maar Maastricht was er, hè? Daar zijn ze heel trots op daar. Moza Trajectum en je had Aken. Plaats Heerlen eens in dat rijtje. Was Heerlen misschien wel belangrijker? Want dat vinden ze wel leuk om te horen hier in vergelijking met Maastricht bijvoorbeeld. Ja, weet je, Heerlen had gewoon de meeste pottenbakkers alleen al van heel Zuid-Limburg. Meer als Aken en meer als Maastricht. En ook de hoeveelheid Romeinse resten die hier in de grond aanwezig zijn, overtreffen die wat mij betreft, die wat in vergelijking met Maastricht. Ja. En we zijn ook begonnen met onderzoek juist in samenwerking met de archeologen van Aken, Maastricht en Jülich, nog de andere kant op. Ja. En hebben bijvoorbeeld gewoon eens voor een bepaalde periode bepaald materiaal naast elkaar gelegd. En iedere keer blijkt dat het materiaal van Heerlen echt veel omvangrijker is, veel meer een bijzonder karakter. In het eerste geval ging het om de vroegheid van materiaal. Dus hoe vroeg, hoe oud is je materiaal? Nou, dan had Heerlen gewoon veel meer ouder materiaal dan bijvoorbeeld Maastricht. En ontliep helemaal niet Aken. En als je ook echt kijkt naar het oppervlakte waarover die Romeinse resten gevonden zijn, inclusief ook met name dus die grafvelden, ja, dan is Romeins Heerlen echt, nou ja, bijna anderhalf tot twee keer zo groot als Romeins Aken of Romeins Maastricht. Ja, nu is er aan de weg gewerkt. We wisten dat het kruispunt van Romeinse wegen er lag.
Jullie wisten waarschijnlijk ook dat daar resten van te vinden waren. Toch kwamen ze een tijdje geleden bloot te liggen. Je zag de laagjes ook mooi in beeld en zo, er zijn beelden van. Leer je daar nog wat van? Of was dit voor jullie al gesneden koek? We hebben die weg in 2014 voor de eerste keer aangetroffen bij de brandweer. En toen wisten we niet dat die op die locatie lag. We hadden op basis van oude bronnen, en dat bewijst weer dat nieuwe bronnen, nieuw onderzoek, nieuwe inzichten geven. Op basis van die oude bronnen dachten we dat dat meer naar het oosten zou liggen. Dus dat was al een eerste herschrijving van de geschiedenis en herlokalisering van die Romeinse weg. En wat bijzonder is ook, dat we die Romeinse weg, er zijn verschillende fases in te onderscheiden. En met nieuw onderzoek kunnen we die met bepaalde dateringstechnieken ook gaan dateren. Dus die oudste wegfase zou heel vroeg Romeins kunnen zijn. En dat is wel bijzonder ook. En dan toch even naar het badhuis van jou, Karen, naar de termen. Die zijn ook ouder dan je zou aannemen. Tenminste, daar zijn ook aanwijzingen voor. Heeft dat met diezelfde technieken te maken? Enerzijds wel, ja, als je kijkt naar het badhuis is natuurlijk in 1940-41 opgegraven. En met de kennis van toen en de technieken van toen bestudeerd. Nou ja, daar waren natuurlijk, het is een wereld van verschil als je dat vergelijkt met nu. Maar anderzijds sowieso dat je merkte dat er maar heel beperkt onderzoek is gedaan naar bepaalde stukken materiaal. En nu proberen we gewoon alles uit te zoeken. En nou, om een mooi voorbeeld te geven, hè, dakpannen. Het badhuis zit vol met dakpan. Als je die dakpannen zaagt, dus je maakt er een zogenaamde slijplaat van. En met een hele sterke microscoop maak je daar opnames van. En vervolgens kun je ook nog de chemische samenstelling van de klei van zo'n tegel bepalen. Door middel van gewoon een apparaatje wat je erop houdt. Ja. Pliep, en dan zegt hij dat. Dan kunnen we dus zien hoeveel baksels er allemaal niet gebruikt zijn. Dus hoeveel categorieën dakpan. En dat kan ons weer wat vertellen over hoe het badhuis gebouwd is. Door wie, in wat voor fases. Dat is natuurlijk kennis. Die was in de jaren 40 ondenkbaar. Dat was 10 jaar geleden zelfs ondenkbaar. Het gaat zo snel, die technieken. En daarom is het mooie dat bij elke nieuwe opgraving. A, komt er een nieuw puzzelstukje definitief in beeld, maar vervolgens kun je ook al die nieuwe technieken erop loslaten. Ja, deze vrouwen praten heel bevlogen over hun vak. Archeologie, dat moet geëerbiedigd worden. En dat gebeurt onder meer op de tentoonstelling Tussen Scherf en Schat. Je ziet een L, een U, een D, een O. Een mooi 14e-eeuws kannetje. 14e-eeuws? Tussen Scherf en Schat. Expositie loopt nog. Ja. Enthousiasmeren, denk ik, in eerste instantie. Ja, zeker. Dat is eigenlijk een initiatief die er is gekomen omdat wij in Heerlen op 3, 4 en 5 november het Nationale Archeologiecongres naar Heerlen hebben gehaald in de Schouwburg. En we hebben besproken dat we daar een maatschappelijk randprogramma of een publieksprogramma langs zouden organiseren. En dan had ik al heel lang het idee om een soort van determinatiedag te organiseren, waar dat mensen, want er komen heel veel amateurarcheologen naar mijn kantoor met vondsten. Dus ik dacht van als we nu een mooie determinatiedag organiseren, waar dat die mensen met al hun vondsten naartoe kunnen komen, specialisten aanwezig. En daarna zo tussen kunst en kitsch bijna. Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar dan iets meer archeologisch tussen Scherf en Schat. Kunnen die dingen eigenlijk geld waard zijn? Ja, zeker. Je moet maar komen kijken naar de tentoonstelling. Er staan echt topstukken tussen. Een Bacchusbuste, een 18e eeuw zwaard, een Napoleontisch zwaard. Het is echt heel bijzonder. Als ik nu mijn tuin omspit en ik kom zoiets tegen, is dan ook de opbrengst zijn voor mij of werkt dat zo niet? Ja, het is, als het in jouw eigen tuin gevonden is, is het jouw eigendom. Oké. Okay. Toch nog even, want we waren al aan het graven in de stad. We waren al bij die wegwerkzaamheden op het Thamesplein op dit moment. Ja. Daar leer je ook dingen van, denk ik? Ja, we hebben nieuwe inzichten in ieder geval over de spitsgracht, de ligging van het... een spitsgracht is een verdedigingselement uit de laat-Romeinse tijd, hè, want we hadden dan de invallen van de Germanen. Eerst was het Rijk brokkelde langs ja, af. Dus ja. Die kwamen naar hier en die kwamen de vicus van Heerlen eigenlijk verwoesten, plunderingen gewoon plunderen. En dan hebben de Romeinen, die wat in Heerlen woonden, en de inheemse bevolking,
Die hebben spitsgrachten gegraven van 9 meter breed en 5 meter diep. Dus echt gigantisch. En zo eentje is nu zichtbaar op het Thamesplein. En vind je daar ook nog spullen in? Liggen daar helmen, zwaarden, ik noem maar wat? Nee, helmen en zwaarden niet, helaas. Maar we hebben wel heel mooie, heel veel muntmateriaal, waardoor dat we die grachten kunnen dateren. Heel veel bouwpuin uit Romeins Heerlen. En daar hebben we echt ook heel grote bouwblokken van 1 meter bij 50 bij 50. Ja. Wat echt van een heel groot gebouw afkomstig moet zijn. En van welk gebouw, dat weten we niet. Maar dan weten we wel dat Heerlen een stad van status was. We gaan er nog veel over leren. Karen, even naar het Thermenmuseum. Jij hebt jaren gevochten om het te laten restaureren. De resten moeten beter bewaard blijven. Je wil een klimaatbeheersingssysteem. Hoe staat het ervoor? Nou ja, heel erg goed eigenlijk. We hebben nog eens extra een expert laten kijken naar de invloed van het huidige binnenklimaat op het badhuis. En het is een beschermd rijksmonument, dus we hebben gewoon de plicht om er goed voor te zorgen. En dat is dus duidelijk. Vervolgens weten we dus ook dat de gemeente Heerlen ook, en ook veel omwonenden het gebouw helemaal niet zo mooi vinden. Dus wat nou als je daar een heel mooi nieuw gebouw van maakt? Dan hoef je namelijk niet te investeren in dure klimaatinstallaties. Wordt die plek gewoon weer wat mooier. Maar ja, het mooiste is natuurlijk dat het badhuis nu gerestaureerd gaat worden. Daar zit ook een enorme schoonmaakactie bij. Want het is gewoon met die 44 jaar dat hij nu bloot ligt heel erg vies geworden op heel veel plekken. Dus we gaan hem helemaal reinigen, we gaan alles vastzetten. En we kijken ook hoe we bepaalde onderdelen misschien zelfs voor een stuk kunnen reconstrueren. Dat mensen ook weer beter snappen hoe het eruit heeft gezien in de Romeinse tijd. Tot helemaal 21ste eeuw. Ja, ja, precies. En als we dat dan ook nog eens kunnen combineren met een veel betere presentatie. Want nu loop je hoog over die loopbrug. Ja, je kijkt er zo naar en veel mensen denken dan ook, nou zal dat het nou maar zijn. Maar je kan daar een veel meer een belevenis van maken. Met natuurlijk ook 3D-technieken van reconstructie, projecties. Dus daar zijn we nu ook al over aan het nadenken, hoe we echt gewoon een topattractie van kunnen maken. Gaan we veel nog van meemaken. Tot slot, even heel kort. Jullie bestuderen dat Heerlen uit die tijd. Er ligt dus nog van alles onder de grond. Gaan we nog iets spraakmakends vinden? Hebben jullie aanwijzingen? Ja, dit moet er liggen, een tempel, ik noem maar wat. Ja. Ja, we hebben genoeg spraakmakende zaken al gevonden voor de archeologen. Maar de bedoeling is wel dat we de komende jaren in dat Romeins kwartier nog heel veel archeologisch onderzoek gaan uitvoeren. En als we dan archeologische resten vinden, dat we die ook zichtbaar maken voor het publiek. Oké. Okay. Dat is nog een heel politiek antwoord. Wat wil je gaan vinden? Een gouden helm. Ja, wij willen een tempel vinden en met heel veel inscripties waaruit blijkt dat wanneer dat Heerlen gesticht is. Ja. Ja. Ja, dan zoveel mogelijk informatie ja, moet erop zijn. Zoveel mogelijk informatie. Ja. Oké. Okay. Nou, aan de slag dan. Met de schop, hup, naar buiten. Ja, zeker. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, Heerlen was 2000 jaar geleden dus al hartstikke hip. En dat is het nu nog steeds. Rian Monen. Het is oktober en niet alleen de herfst is begonnen, maar ook de Big Draw. En daarvoor praten we vandaag met Petra Vrome, de organisatrice van de Big Draw Heerlen. Petra, wat houdt de Big Draw eigenlijk in? Nou, de Big Draw is eigenlijk een internationaal tekenfestival. En het zet het tekenen internationaal ook op de kaart. En onder andere dus de window drawings is dus een activiteit om het echt aan de mensen te laten zien van hoe leuk het tekenen kan zijn. En we hebben de hele maand eigenlijk mogen genieten van de Big Draw. Wat gaat er deze maand allemaal gebeuren? Ja, vooral dus nu de window drawings kun je aanschouwen op de ramen. En op 22 oktober gaan we nog het Pancratiusplein omtoveren in het Pancratiusplein. Dus ook daar is iedereen welkom om te komen stoepkrijten. En hou vooral ook de site in de gaten. En voor nu kunnen we in ieder geval al de stad induiken om een aantal window drawings te zien. Wat voor locaties kunnen we bijvoorbeeld bezoeken? Ja, je vindt ze overal door de stad. Dus er hangen ook kaartjes op de ramen. En daar staan dus alle panden op waar de tekeningen bekeken kunnen worden. Dus dat gaat van de Klomp, de fietsenwinkel, tot de Nieuwe Nor, Puk in de Geleenstraat, Bam. Dus er zijn heel veel panden. Je loopt gewoon een rondje en je komt altijd iets tegen. Nou, te gek. Dat gaan we dus ook even doen. Kom maar mee. We hebben een kleine tussenstop gemaakt bij het werk van Disco Dip. Nou, waarom doe je mee in de Big Draw? Ik vind het eigenlijk het idee tof van de Big Draw. En
Ik vind het leuk om wat te tekenen en mijn gezicht weer te laten zien. En het is gewoon leuk om eens iets heel anders te doen dan alleen maar achter de computer te zitten. Het is leuk om met je handen bezig te zijn en ja, het is eigenlijk wel leuk. Ja, super cool. We hebben je een aantal toffe etalages laten zien, maar er zijn er nog veel meer. Dus ga deze maand vooral even de stad in om te kijken wat de Big Draw allemaal gemaakt heeft. Zet ook 22 oktober even in je agenda, want dan komt er dus een evenement op het Pancratiusplein. Ook 30 oktober mag alvast in je agenda. Niet voor de Big Draw, maar wel soort van gerelateerd. Want dan is de opening van de mural Heerlen Heron bij het oude CBS-gebouw in Heerlen. Tot de volgende keer! De Romeinen zijn 2000 jaar weg en Heerlen is gewoon nog steeds hartstikke hip. Wat is er dan de komende tijd in deze hippe stad en omgeving nog te doen? De cultuuragenda van 5 tot en met 15 oktober. De Kinderboekenweek en Sjoek pakt uit onder meer met het Boekie Woekie Festival. 7, 8 en 9 oktober de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Ga daar zeker kijken. En op 8 oktober de One Woman Show van Suzanne Zegers. Suus zingt in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En dit is een cultuuragenda XL, want? Want jullie kunnen nog allemaal stemmen tot en met 3 november op jullie topvondst. En dat kan via de website van het Thermenmuseum, via Facebook. En de topvondst wordt uitgereikt op 4 november. Dus een oproep aan iedereen, stem op jullie favoriete vondst. En er is meer, er is meer. Op 14 oktober gaat de nieuwe expositie open, Bouwen om te baden in het badhuis. In het Thermenmuseum. Het gaat dus over nieuwe onderzoeksresultaten naar het badhuis en specialisten, keramisch bouwmateriaal, metaal, glas, die komen in die expositie aan het woord. Dus vanaf 14 oktober allemaal komen kijken naar de nieuwe expositie. De agenda ontploft. Dit was Culturij voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Graag tot dan. Adieu.